Goedemiddag, u bent terug in de stad Schouwburg in Amsterdam. Dit is TEDx Ams, dat wil zeggen de 24 uur die eraan vooraf gaan. Mijn naam is Ruud Hendricks. Het is hier heel erg leuk in de stad Schouwburg. Er wordt hier heel erg hard gewerkt aan de voorbereidingen van TEDx van morgen. Ik weet niet of we dat ook met de camera een beetje in beeld kunnen brengen. Er zit hier een hele crew om mij heen. Allemaal mensen van Feller Media die ervoor zorgen dat u dit alles zomaar kunt aanschouwen. Thuis of op het werk of waar u ook bent. Dit uur tussen 5 en 6 gaan wij een paar TED-talks weer laten zien. En we gaan praten onder andere met Marjan Spier, die hier al naast me zit. Marjan, goedemiddag. Jij bent onder andere organisatrice van TEDx Women. Ja, eigenlijk. Maar daarnaast ben je ook nog in het dagelijks leven, als ik het zo mag uitdrukken, docenten aan de Hogeschool van Amsterdam, waar je crossmedia doseert. Zo is het, hè? Ja, klopt. Laten we eerst even praten over TEDx Women. Wat is TEDx Women en hoe is dat zo gekomen? Het heet eigenlijk TEDx Amsterdam Women, want TEDx Women is een internationale organisatie. Dat wordt gehouden in de Verenigde Staten. En vorig jaar, juli 2010, had TED besloten om een vrouwenversie te organiseren. En met name het ging over het thema vrouw. Dus alles wat een vrouw, de vrouw aangaat. Dat betekent dat de sprekers mannen en vrouwen kunnen zijn. En de bezoekers zijn ook mannen en vrouwen. Juist. En waarom is TEDx Women ontstaan? Wat was het doel? Nou ja, ik stond daar en toen gaf een groep vrouwen bij TED aan van dat moet je doen. En toen dacht ik, ja, ik denk wel dat met een paar, denk 50 gasten is wel leuk om te organiseren. En er ontstond een hoos aan aandacht. Er gaven zeker 400 vrouwen zich op om aanwezig te zijn. Toen dacht ik, nou, dit moet een organisatie worden, dit moeten we goed regelen. En wat we toen hebben gedaan is de focus verlegd op niet alleen maar vrouwenthema's, maar echt vrouwen om te zoeken die eigenlijk voorlopers zijn op elk gebied. En dat kan zijn medische wetenschap, cultuur, zakenleven, groen, sustainability. En dat is redelijk gelukt. Ja. We gaan zo naar een paar van die talks kijken, maar eerst moet ik nog even zeggen dat als u vragen heeft aan Marjan Spier of überhaupt vragen over TEDx, dat u die via Twitter kunt stellen, via de hashtag TEDxAMS, dus TEDxAMS. En wij gaan 5 van deze boeken verloten onder degenen die hier uiteindelijk met hun vraag in deze zeg maar schaal terechtkomen. Dit is het boek Het begin met een idee en dat is, even kijken... Ja, dat is een boek van TEDx Amsterdam. Daar weet jij ongetwijfeld veel meer. Ja, dat is geschreven door Caroline Vader. En Caroline Vader zit in het TEDx Women team. Ja. Komt er ook een TEDx Ams Man editie ooit? Of zijn mannen niet interessant genoeg? Of al bevoorrecht genoeg? Ik denk dat ze bevoorrecht genoeg zijn. Waarom is dit eigenlijk ontstaan? Melinda Gates, van de vrouw van Bill Gates, heeft de Bill Gates Foundation, leidt zij. En wat zij ontdekte is dat heel veel millenniumdoelen niet gehaald werden. En dat één daarvan was de jeugd, malaria, maar ook vrouwen. En dat die toch redelijk achtergesteld zijn. Nou, mijn focus, ik vond, ja, dat is mooi, dat staat iedere dag in het nieuws, een glazen plafond, daar gaan we het niet over hebben. De vrouwen die komen bij TEDx Amsterdam Women, die hebben al redelijk wat bereikt. En die hebben met name wereldwijd wat bereikt, wat nog niet zichtbaar is in Nederland. En wat ik merk is, doordat die vrouwen zichtbaar werden in Nederland, ook bepaalde thema's aandacht kregen. Was het moeilijk om die vrouwen te vinden? Het is best wel moeilijk. Vooral vrouwen, met name in de medische wetenschap, die hebben het super druk. Maar we hebben bijvoorbeeld de TU Delft benaderd voor wie is nou... En we hebben de eerste vrouwelijke professor dit jaar... We zoeken mensen in de cultuursector op, we vragen musea, wie is er echt vooruitstrevend op dat gebied. En zo, ja, op het groen vragen we dan aan mensen. Dus we vragen aan verschillende organisaties, wie zijn de voorlopers op die thema's. En hoeveel tijd ben jij aan TEDx Amsterdam Women kwijt? Ik kan het niet, heel veel tijd. Ja, je bent een jaar bezig, hè, om dat te organiseren. Ja, dat doe ik niet alleen, dat doe ik met 20
vrouwen en een man. En we komen één keer in de 3 weken bij elkaar, van 6 tot 7:30, met een glas wijn. En dan nemen we alle zaken door. En iedere vrouw binnen het team heeft een rol. Het zijn allemaal professionals, dus die kan ik ook heel veel delegeren. Ik hoef daar niet overal Je doet het niet zitten. Allemaal zelf. Nee. Als nee. 1 december de Amsterdamse editie wordt gehouden, worden er tegelijkertijd in andere delen van de wereld ook soortgelijke evenementen gehouden. Klopt. Want TED verplicht jullie vanuit Amerika, als ik het zo mag uitdrukken, om het allemaal op 1 dag te doen. Ja, dus wij hadden het op 30 september georganiseerd, omdat ik dacht, ja, we hebben al TEDx Amsterdam. En toen gaf TED aan, het is het beste om het op 1 december te doen. En achteraf gebleken heeft het ook voor ons beter uitgepakt, want dan hadden we nog een aantal maanden de tijd om het zo perfect mogelijk te organiseren. Ja. Laten we even teruggaan naar de editie van vorig jaar. Je hebt een aantal TED-talks met ons samen uitgezocht. Ja. En wat was de eerste waar we naar gaan kijken? Even kijken, die was van Thandie Newton. Embracing Otherness, Embracing Myself. Waarom heb je die uitgekozen? Nou, ik was daar. Ik was op dat moment daar in Edinburgh en met een groep mensen. En we hadden het er nog over van, oké, we zijn benieuwd wat de actrice gaat vertellen. Wat is haar ideas worth spreading? En het had ons verbaasd eigenlijk hoe goed dat verhaal van haar was. En hoe herkenbaar het was. Niet alleen voor vrouwen of voor mensen met een andere kleur, maar ook voor mannen. Want het gaat er met name om dat je het andere deel, wat vaak niet geaccepteerd wordt door anderen, dat je die omarmt. Het andere deel van jezelf. Hè? Van jezelf. Ja. En dat vaak dat mensen acterend door het leven gaan, wat niet nodig is. Maar dat het natuurlijk een heel proces is om jezelf te kunnen zijn. Om die andere kant, bijvoorbeeld als je als jongen een nerd was op school en je werd nooit geaccepteerd, is het heel moeilijk om dan die rol, of om zo te blijven en neem men een andere rol aan als stoere jonge man. Jij kan er geweldig over vertellen, maar ik denk dat het nog leuker is om gewoon naar Thandie Newton te gaan kijken. Embracing Otherness, Embracing Myself. Embracing otherness. When I first heard this theme, I thought, well, embracing otherness is embracing myself. And the journey to that place of understanding and acceptance has been an interesting one for me. And it's given me an insight into the whole notion of self, which I think is worth sharing with you today. We each have a self, but I don't think that we're born with one. You know how newborn babies believe they're part of everything, they're not separate. Well, that fundamental sense of oneness is lost on us very quickly. It's like that initial stage is over. Oneness, infancy, unformed, primitive, it's no longer valid or real. What is real is separateness. And at some point in early babyhood, the idea of self starts to form. Our little portion of oneness is given a name, is told all kinds of things about itself. And these details, opinions, and ideas become facts, which go towards building ourselves, our identity. And that self becomes the vehicle for navigating our social world. But the self is a projection based on other people's projections. Is it who we really are? Or who we really want to be, or should be. So this whole interaction with self and identity was a very difficult one for me growing up. The self that I attempted to take out into the world was rejected over and over again. And my panic at not having a self that fit, and the confusion that came from myself being rejected, created anxiety, shame, and hopelessness, which kind of defined me for a long time. But in retrospect, the destruction of myself was so repetitive that I started to see a pattern. The self changed, got affected, broken, destroyed, but another one would evolve, sometimes stronger,
sometimes hateful, sometimes not wanting to be there at all. The self was not constant. And how many times would myself have to die before I realized that it was never alive in the first place? I grew up on the coast of England in the 70s. My dad is white from Cornwall, and my mum is black from Zimbabwe. Even the idea of us as a family was challenging to most people. But nature had its wicked way, and brown babies were born. But from about the age of 5, I was aware that I didn't fit. I was the black atheist kid in the all-white Catholic school run by nuns. I was an anomaly. And myself was rooting around for definition, trying to plug in. Because the self likes to fit, to see itself replicated, to belong. That confirms its existence and its importance. And it is important. It has an extremely important function. Without it, we literally can't interface with others. We can't hatch plans and climb that stairway of popularity, of success. But my skin color wasn't right. My hair wasn't right. My history wasn't right. Myself became defined by otherness, which meant that in that social world, I didn't really exist. And I was other before being anything else, even before being a girl. I was a noticeable nobody. Another world was opening up around this time, performance and dancing. That nagging dread of selfhood didn't exist when I was dancing. I'd literally lose myself. And I was a really good dancer. I would put all my emotional expression into my dancing. I could be in the movement in a way that I wasn't able to be in my real life, in myself. And at 16, I stumbled across another opportunity, and I earned my first acting role in a film. I can hardly find the words to describe the peace I felt when I was acting. My dysfunctional self could actually plug in to another self, not my own, and it felt so good. It was the first time that I existed inside a fully functioning self, one that I controlled, that I steered, that I gave life to. But the shooting day would end, and I'd return to my gnarly, awkward self. By 19, I was a fully-fledged movie actor, but still searching for definition. I applied to read anthropology at university. Dr. Phyllis Lee gave me my interview, and she asked me, "How would you define race?" Well, I thought I had the answer to that one. And I said, "Skin color." "So, biology, genetics," she said. "Because, Tandy, that's not accurate, because there's actually more genetic difference between a black Kenyan and a black Ugandan than there is between a black Kenyan and, say, a white Norwegian. Because we all stem from Africa, so in Africa, there's been more time to create genetic diversity. In other words, race has no basis in biological or scientific fact." On the one hand, result, right? On the other hand, my definition of self just lost a huge chunk of its credibility. But what was credible, what is biological and scientific fact, is that we all stem from Africa. In fact, from a woman called Mitochondrial Eve, who lived 160,000 years ago. And race is an illegitimate concept which ourselves have created based on fear and ignorance. Strangely, these revelations didn't cure my low self-esteem. That feeling of otherness, my desire to disappear, was still very powerful. I had a degree from Cambridge. I had a thriving career, but myself was a car crash. And I wound up with bulimia and on a therapist's couch.
And of course I did. I still believed myself was all I was. I still valued self-worth above all other worth. And what was there to suggest otherwise? We've created entire value systems and a physical reality to support the worth of self. Look at the industry for self-image and the jobs it creates, the revenue it turns over. We'd be right in assuming that the self is an actual living thing, but it's not. It's a projection which our clever brains create in order to cheat ourselves from the reality of death. But there is something that can give the self ultimate and infinite connection. And that thing is oneness, our essence. The self's struggle for authenticity and definition will never end unless it's connected to its creator, to you, and to me. And that can happen with awareness. Awareness of the reality of oneness and the projection of selfhood. For a start, we can think about all the times when we do lose ourselves. It happens when I dance, when I'm acting. I'm earthed in my essence, and myself is suspended. In those moments, I'm connected to everything, the ground, the air, the sounds, the energy from the audience. All my senses are alert and alive, in much the same way as an infant might feel, that feeling of oneness. And when I'm acting a role, I inhabit another self, and I give it life for a while. Because when the self is suspended, so is divisiveness and judgment. And I've played everything from vengeful ghost in the time of slavery to Secretary of State in 2004. And no matter how other these selves might be, they're all related in me. And I honestly believe the key to my success as an actor and my progress as a person has been the very lack of self that used to make me feel so anxious and insecure. I always wondered why I could feel others' pain so deeply, why I could recognize the somebody in the nobody. It's because I didn't have a self to get in the way. I thought I lacked substance. And the fact that I could feel others meant that I had nothing of myself to feel. The thing that was a source of shame was actually a source of enlightenment. And when I realized and really understood that myself is a projection and that it has a function, a funny thing happened. I stopped giving it so much authority. I give it its due. I take it to therapy. I've become very familiar with its dysfunctional behavior. But I'm not ashamed of myself. In fact, I respect myself and its function. And over time, and with practice, I've tried to live more and more from my essence. And if you can do that, incredible things happen. I was in Congo in February, dancing and celebrating with women who've survived the destruction of their selves in literally unthinkable ways. Destroyed because other brutalized, psychopathic selves all over that beautiful land are fueling ourselves' addiction to iPods, pads, and bling, which further disconnect ourselves from ever feeling their pain, their suffering, their death. Because, hey, if we're all living in ourselves and mistaking it for life, then we're devaluing and desensitizing life. And in that disconnected state, yeah, we can build factory farms with no windows, destroy marine life, and use rape as a weapon of war. So here's a note to self. The cracks have started to show in our constructed world, and oceans will continue to surge through the cracks, and oil, and blood, rivers of it. Crucially, we haven't been figuring out how to live in oneness with the earth and every other living thing. We've just been insanely trying to figure out how to live with each other, billions of each other,
Only we're not living with each other. Our crazy selves are living with each other and perpetuating an epidemic of disconnection. Let's live with each other and take it a breath at a time. If we can get under that heavy self, light a torch of awareness, and find our essence, our connection to the infinite and every other living thing. We knew it from the day we were born. Let's not be freaked out by our bountiful nothingness. It's more a reality than the ones ourselves have created. Imagine what kind of existence we can have if we honor inevitable death of self, appreciate the privilege of life, and marvel at what comes next. Simple awareness is where it begins. Thank you for listening. Fanny Newton met tranen in haar ogen in Edinburgh. Je was erbij, Marjan, toen zij haar speech en verhaal deed. Wanneer was het? Het was in juli 2011. Ja, juli 2011. Toen ik de eerste keer naar TEDx, hier naar de allereerste editie in Amsterdam ging, toen heb ik ook bij sommige speeches en trouwens het afgelopen jaar weer tranen in mijn ogen gehad. De ervaring van het in de zaal aanwezig zijn is heel bijzonder. Ja. Nee, dat geloof ik zeker. Er zijn twee ervaringen. Eén is de ervaring dat je ook geïnspireerd kan worden door middel van video. Hè? Want anders zou TED.com niet zo populair zijn. Maar het echt aanwezig zijn en dat raakt je toch soms heel diep. Dat is zo. Helaas kan niet iedereen hierbij aanwezig zijn. Het verhaal van Fanny Newton, waarom sprak jou dat zo aan? Omdat ik dat zo vaak om me heen zie, waar zij het over had. En het was dat, ook... dat iemand niet zichzelf is of dat iemand zich zijn gedrag aanpast aan dat van zijn omgeving. Ik denk dat iedereen door zo'n fase heen gaat. Misschien niet iedereen, maar een groot gedeelte van de mensheid gaat daar doorheen. Dat je toch in je puberteit echt jezelf vindt. Ja. En voor haar duurde dat wat langer, omdat zij veel meer dingen had meegemaakt. Maar ik geloof zeker dat... met name nu ook in Nederland, dat veel mensen op zoek zijn naar zichzelf. Ja, heeft het bij jou lang geduurd? Zo, daar gaat het heel persoonlijk. Even nadenken of dat lang heeft geduurd. Jij bent met je ouders uit Suriname hier naartoe gekomen, je bent teruggegaan en je bent hier weer komen studeren. Ja. Oh, ja. Dan heb je natuurlijk heel erg moeten aanpassen aan je omgeving. Ja, toen moest ik weer totaal anders aanpassen. Ik woonde hier, ging terug, was daar het meisje uit Nederland en kwam weer hier en was het meisje uit Suriname. Dus daar moest ik heel erg aan wennen. En het heeft, door te observeren met name, kon ik me heel goed aanpassen. Maar ik weet niet of dat te maken had dat ik niet in contact was met mijzelf. Dat weet ik niet. Voor die mensen die misschien wat later bijkomen, praten met Marjan Spiers is een van de grote drijvende krachten achter TEDx Women Amsterdam, zo moet ik het zeggen. En we praten over de TED Talk van Fanny Newton, die zelf actrice is en zei van ik kon eigenlijk pas echt mezelf zijn als ik een rol kon spelen. Ja, dat is ook wel heel bijzonder. Klopt. En je ziet om je heen heel veel rollen die er gespeeld worden, wat heel vermoeiend is. En wij zaten in de zaal en mensen zaten huilend om mij heen zaten te huilen, want die gaven ook aan van ja, ik heb ook een rol gespeeld en men werd heel open daarin. Ik denk dat ook een kracht is van een TED-talk. Ze noemen dat in Amerika een conversation starter. Dat je daardoor ook in gesprek gaat met elkaar en totaal andere gesprekken hebt dan over de deal die je wil sluiten. Ja. Natuurlijk ook, maar ook op een ander vlak met elkaar gaat communiceren en elkaar gaat inspireren. Ja, zelfs met wildvreemde mensen die naast je zitten in de zaal. Absoluut. Er zat een mevrouw naast mij die...
oorspronkelijk Iranees en die is in Amerika opgegroeid en die vertelde dat ze natuurlijk een heel andere rol nu in Amerika moet aannemen, omdat ze toch als, ja, soms als terrorist werd gezien, terwijl ze gewoon in Amerika is geboren. En dan was een Mexicaanse vrouw die in Europa en in Amerika had gewoond. En ook, dus iedereen had het daarover, want het is natuurlijk ook een hele diverse doelgroep die daar aanwezig is. Ja. En voelde zich ook aangesproken. Ja. Even terug naar Thandie Newton. Zij vertelde dus van, ik kon pas echt mezelf zijn als ik een rol ging spelen. Herken ik ook wel een beetje uit ons vak, collega's die radio en televisie presenteren, die zichzelf worden op het moment dat ze voor een camera zitten of op een podium staan. En als het dan ineens ophoudt, dan stort hun wereld bijna in. Ja. Dat is wel treffend. Herken je zoiets ook bij jezelf? Dat je... Nou ja... Ik denk dat je dan eigenlijk ook aan het opladen bent, hè, voordat je dan op zo'n plek staat. Ik geef les, dus ja, soms hol je, je hebt een vertraging, je komt aan in die klas. En je moet toch eigenlijk performen voor zo'n klas. Ja. En het is, ik had het nog vandaag met een collega over, van ja, ze voelen het ook aan als je geagiteerd bent of nerveus bent of moe bent. En dan merk je dat die energie ook anders wordt in die klas. Ja. Dus ik geloof wel dat je dan toch ook een rol, nou ja, dat is weer een totaal andere rol dan die zij beschrijft, aanneemt om te kunnen presteren. Zo is het. Maar jezelf zijn, dat is altijd het makkelijkste. Absoluut. Jij hebt in de voorbereidingen van TEDx Women Amsterdam ook een aantal mensen gesproken uit de medische wereld, vrouwen die daar bijzondere dingen doen. En een van hun talks heb je ook meegenomen hier naartoe vandaag. Ja. Vertel eens. Dat is Harriet Verwij. Ze kon er helaas niet bij zijn vandaag. En dat is een cardioloog, stafcardioloog, LUMC. En zij doet onderzoek naar hart- en vaatziekten onder vrouwen. En dat was wat zij vertelde was schokkend, omdat niemand dat wist. En het was zelfs door het NOS opgepakt en meerdere media. Dat er nauwelijks onderzoek wordt gedaan naar hart- en vaatziekten onder vrouwen. Terwijl het doodsoorzaak nummer 1 is. En er sterven dus gemiddeld meer vrouwen aan hart- en vaatziekten dan mannen. Ja. Wat ook het geval is, is dat artsen niet weten wat de symptomen zijn van hart- en vaatziekten onder vrouwen. Dus bij een man zou je zeggen, oh, zoals je dat in films ziet. Terwijl een vrouw gaat zweten en zich misselijk voelt. Dus iemand kan een vrouw kan een hartaanval hebben en de arts weet het niet. We gaan kijken naar Harriet Verwij over hart- en vaatziekten. Thank you very much. I'm very grateful for the invitation to, in the next 15 minutes or so, to lead you through the cardiovascular disease in women. And I was called by one of the ladies from this committee, and she asked me, what is your title? And I wasn't thinking about it, so I say, oh, women make a difference. So she placed it on, and I said, and we will make a difference. Watch. So I'm not going to teach you class because we are not in college, but I will take you in the next 15 minutes through some important topics where first of all I will go through women and cardiovascular disease and then touch briefly on gender and medical careers as this as well is a huge problem and all in the realm of reshaping the future. The number one killer, as it is said, for women is heart disease, let's say cardiovascular disease. And cardiovascular disease is the whole amount of arterial disease which either it occurs in your head, in your brains, and you suffer from an attack, a stroke, or in your heart, you will have a heart attack, or somewhere else in your body. And one out, and these are very, very alarming figures, one out of three women will actually die due to heart disease. And as it is mentioned before, we're all afraid of dying from breast cancer. And whether you go dressed by Gucci or by H&M or wherever you got it on marktplaats.nl, it can affect all of us, just the fact that we are women. I'll take you through, as you can see,
Cardiovascular disease is a disease of the aging population. Well, we all want to get old. And one of the drawbacks of getting old is that you might suffer from cardiovascular disease, also from cancer. But my topic, because I'm a cardiologist, is cardiovascular disease. And as you see the figures, the number of deaths increase as we're getting older. Due to public awareness, there is a steep decline in the death mortality rate due to cardiovascular disease. Nevertheless, from 1984 on, the death rate of women, the mortality rate of women due to cardiovascular disease exceeded that of men, and there is a less steeper decline, as you can see in I apologize, I don't have a pointer, so I hope you can read it. I've placed some of the things beside. You can see that the death rate, the mortality rate for female is much higher than for men. What do you have to know about cardiovascular disease in women? Well, most of all, it lags 10 years behind men, as the majority of women will suffer from cardiovascular disease after the menopause. And as that is for the majority of us, about around 50 years, so we could have symptoms when we are about 60, 65 years, while men suffer it 10 years before that, normally through 45 to 55 years. And sad to say, that a lot of women die suddenly without prior signs that they were suffering from heart disease. So there were no alarming, at least that is we are thinking. I come to that later on. And it is also sad to say that after women suffer from a cardiovascular disease, and I'll restrict me, stay to heart disease, they will more often be hospitalized due to recurrent events due to cardiovascular disease. And the mortality rates are much higher for women than it is for men. I just told you, after the menopause, there is a steep increase of the event rate of cardiovascular disease, heart disease in women, and that's only due to the drop of the estrogen levels after the menopause. Well, before the menopause, we are, more or less protected by the estrogen levels. But after that, after the menopause, there is a decrease in the estrogen levels, and that leads to several changes in our life, in our body. First of all, we got dyslipidemia. And dyslipidemia, high cholesterol, and the bad cholesterol sets prone to develop coronary artery disease. The other thing is, after the menopause, the majority of us gain weight. And the gaining of the weight and the loss of the estrogen leads to elevated blood pressure, especially the systolic blood pressure, and also not only the obesity, but also diabetes mellitus develop after the menopause. So not only we are feeling less comfortable because of the menopause, you have all other signs that something isn't functioning well in your body. And then now I see I lost something, you can skip that. Okay. And then I was not going to show you figure, but anyway, it doesn't matter. The loss of the estrogen levels is not only dramatic for older women, but it is also for younger women, especially those who experience menopause before the age of 40 years. As you can see at where the red line is around, the risk for cardiovascular disease increased by sevenfold. If you're younger than 50 years and you experience a drop of your estrogen levels. So it is very much important. To summarize, what can you say? The cardiovascular disease is the leading cause of death in women. 43% of men will die due to cardiovascular disease compared to 54% of women. So one out of two women will die due to cardiovascular disease. In the United States at present, it is that one out of four women have some form of cardiovascular disease, and one out of three will die from this disease. And the death rates are especially high in the minorities. For instance, black people,
Asian people, because they suffer a lot more from risk factors like hypertension, like diabetes, and so on. So it is no longer to say we are dealing with a man's disease. It has become a woman's affliction. Other things you have to know that I just told you before is that the rate of coronary heart disease increases after menopause, and at all ages, women has a worse prognosis due to this disease. And that traditional risk factors, as I mentioned several times before, like hypertension and diabetes, has a far more greater impact on our life than it has in men. So, and it's just for a decade or so that we have come to have some knowledge that some women might have a greater risk for developing cardiovascular disease, not only when they are they have this the early menopause, but also when they have problems during pregnancy, when they develop gestational diabetes, eclampsia, and other things. And the worst thing is there's a lack of awareness among men and among the women and the caregivers, especially the doctors. How come? All we know about this disease was investigated in men. And I'm sorry to say, I don't hope the men here in this room feel offended, but as you can see, the Y chromosome is less than 100. How in the world can you tell what is going on in the X chromosome, which accounts for more than 1,000 genes? So it is time to do new studies, and studies where far more women are included, because the majority of studies have less than 10% of women included. Also, how we're dealing with the symptoms. We all know it, pain on the chest, radiating to the left arm. And women have a different presentation of symptoms. Is it psychosocial? Does she lack attention of her husband? Well, we constantly do, but that doesn't always mean that it isn't something else. And as you can see here, even in the presence of someone admitted to the hospital because of a myocardial infarction, the majority of women will have different symptoms. They will not have pain on the chest, but they will tell you complaints of extreme fatigue, nausea, sweating, and so on, and so on. So they present with a different pattern. This leads to a misdiagnosis in the majority of patients. This is a recently published study from Rotterdam. And you can see that if about 54% of the women, the diagnosis is missed while they are suffering from a heart attack, compared to men, where about 33% the diagnosis is missed, because that is what we doctors learn about in college. We learn about pain in the chest radiating to the arms. So we're not alarmed when the lady comes in, profuse sweating, and has other complaints. However, the prognosis is very, very bad. Even after you have corrected for several other factors that might influence the prognosis, yet the mortality rate in women is much higher. Our normal scoring systems to determine whether a woman is at risk, and of course also a man, lacks the possibility to diagnose women who are at risk for cardiovascular disease. As you can see, and I apologize for the Dutch text, but as you can see, the middle part, on the top, the red blocks, that's there for someone who smokes and has elevated cholesterol. You see that only the women after 65 years are in the red zone, and the others are in the green zone. For the men, it is much more precise. Well, let me tell you, it isn't true. Just the system fails to recognize the ladies who are at risk. So we need to develop other scoring systems. Also, the gold standard to diagnose this disease is coronary angiogram. And when we are looking at the coronary angiographic study, we are searching for stenosis. As you can see there where the arrow is, that is what we see in males, a fixed stenosis in the vessel, an obstructed flow downstream. But when we investigate a woman, we see these vessels, and we say, oh, it's normal. So we reassure the lady that there's nothing wrong. But that is wrong.
our conclusion. Because when you look into the vessel with the IVUS, the intravascular ultrasound technique, you will see a huge plaque which consisted of cholesterol and other debris, which is the reason for the complaints of the lady. And now we know that the disease developed in a different way in women, and it is called the microvascular vasculopathy. There is through along the whole length of the vessel, there is a decrease in lumen and not a fixed stenosis. So we are looking at a different type of disease, especially in ladies, in women younger than 50 years, at least before the menopause. And this type of disease is accelerated by several sex-specific precursors, for instance, like your hormone levels, hyperlipidemia, hypertension, smoking. A woman, and I don't want to offend nobody in this room, but if a woman before the age of 40 suffers from a heart attack, the sole reason is smoking. That's the only reason why the occlusion of the vessel occurs. So it is very important. So I just told you we have a different presentation of symptoms. Our traditional risk factors had a greater impact on women, and there is a lack of scoring system and modalities to investigate this disease and to make sure that we know what is wrong. And now we know that, as I told you before, this, I'm still looking for the precursor, but I don't have it. Men have a different type of disease, a rupture of the plaque with a sudden occlusion of the vessel, while ladies more often have an erosion of the plaque. So that's the reason why they are suffering these small attacks of extreme fatigue, sweating, and so on, and so on. And we think that there's nothing wrong, that they are lacking the attention of their husband. It is already mentioned, or their spouse, it is already mentioned, women are less investigated and they undergo less procedures which are necessary to improve their future, to improve their outcome. So we have to take that also into account. So there is a lot of work for doctors to be done. And we also, with the traditional medication, the women are not treated properly. So there is a lot already available, but not used in the right way. Is it worse to treat them? Yes. You treat a man, and as this was published in 2003, but I like this figure, so I show it everywhere. At that time, 1.5 million men suffer from a cardiovascular event. You treat the blood pressure optimal, you will get a reduction of 28%. You treat the cholesterol as well, you will enter with a reduction of events of 74%. When you treat a woman, and at that time was about 500,000, just treating the blood pressure alone, you will get almost 45% reduction of the events. When you add on treating of the blood cholesterol, you will even get to a reduction of events of 96%. So it is worse to treat the lady, to pay attention and treat them. If you change a man, it's only one man. If you change a woman, it changes the whole family. Why? Because a smoking mother or a hypertensive mother, if she's pregnant, she becomes pregnant, she will give birth to a child with a high risk of low birth weight. And this child is set prone to develop several other things during his life, which can also lead to heart disease. So it is good to treat women, because you treat the whole family, you treat the whole nation. Only women can become pregnant and bear children, and children are the future. So God entrusted this to us, so I think we have a good job to do for either our family or ourselves. And now this isn't moving. Okay. In the past century, there have been several great discoveries, beginning with the electrocardiography, where we can see the heart rhythm. It was invented by William Einthoven in 1902, and he received the Nobel Prize in 1904. But I still think that the greatest discovery is that women are not like men or men-like. We are simply women. So that's a different thing. So we're looking at the woman's disease
with difference in symptoms, with a different approach, and we need to invent other scoring system, other diagnostic modalities, and treat women the way we should treat them, and most of all, to create awareness in the females what they have to do when they suffer from this disease. In the beginning, I told you many women are afraid of dying of breast cancer, but as you can see, all ages, there are more deaths due to heart disease than to breast cancer. So my opinion is, if you order mammograms, you should also order cardiovascular testing, risk testing, and treat the women properly, as I showed you before, because it benefits not only the woman, but it benefits her whole family. 1 minute on the gender gap in medicine. In 1960, about 5% of the students were female. Now more than 50% are in the college. Yet, women are less likely to be promoted to professor or something else, and the reason is an institutional one, or a sex difference in career and life goals. And this is what the figures are. As you can see, we are not stupid, we're smart, but we have to push some of the men aside just to make progress. So there's also, in the career business, there's a lot to do. And I will not bother you with all, but there is a lot of work to do. And it's sad to say that even in my own hometown, Leiden, there's only one female in the board. I don't apologize for them because they haven't asked me. So, women and heart thank you. Women and heart disease is the biggest threat to women, and we need to be aware of that. So, if you forget everything I told you about, just remember this: take charge, take care of yourself, take care of your family, and make sure that you get where you want to arrive, and reshape the future and untangle the chained heart. Thank you very much for your opinion, your attention. What a passionate story. It went really fast. It was a pity about one graph that you didn't have it, but I didn't really miss it, but okay. I have one question. You told me that it was in 1984, I believe, that you have this yeah. It rises, the cardiovascular disease with it. Yeah. What did we do? Why is it so steep? Our lifestyle? You mean the decline? The increase, actually. When the women cross the line of the man. Well, I think they forgot to tell the women they have to do something about their health as well. And later on, the perception came. So then you see the decline of the mortality rates, okay. But yet less steep than in men. Because I was really shocked. I didn't know it myself. What should I do? I'm not turning to the menopause yet. I don't know if I look that way, but... because losing weight, okay, we know that, yeah. For women that's nothing new, we try to do that every day more or less. So what should we do in our lifestyle? Well, I think it's good to at least once a day to have a brisk walk of about 30 minutes, to quit smoking, that's the most important thing, that's the greatest favor you can do to yourself. And if you want to know what your lipid spectrum is, don't go to Albert Heijn. Ask your GP. Your general practitioner, your home physician, to take once a blood sample. And if that's normal and it's not in your family and you don't have other risk factors, you can postpone the next visit till 5 years. And, but just like the mammography, you should ask for. Yes. So that's what I learned. I strongly recommend that. We're all afraid of a disease which happens 1 out of 8. And we're not afraid of a disease which happens 1 in 3. Okay. So ask for. Okay, I promote the one-stop shop. Yeah, okay. Thank you very much. Hella Huuk en Harriet Verweij over hart- en vaatziekten bij vrouwen. Prachtige talk. Inmiddels is naast Marjan Spier nu ook Noa Lodijzen aangeschoven. Jij werkt voor Young in Prison. Ja.
Vertel eerst even zelf iets over Young in Prison, voor wij straks gaan kijken naar een van de talks die jij vorig jaar hebt gedaan. Young in Prison is een stichting. We hebben programma's in 4 landen die zich inzetten voor kinderen in gevangenissen die onder hele slechte omstandigheden zitten. In welke landen zijn jullie actief? We zitten in Colombia, Zuid-Afrika, Suriname en Malawi. En waarom alleen in die 4? Wij willen wel uiteindelijk in veel meer landen. Het probleem is echt wereldwijd echt heel groot. Want er zitten dus, 1 miljoen kinderen, hè? Dus ja. Onder de 18 in gevangenissen in de hele wereld. Ja, echt vanaf 6 jaar, soms vanaf 4 jaar. Het kan echt van het stelen van een brood zijn tot aan wel heftigere dingen. En zitten vaak ook bij elkaar, allemaal in 1 cel, ziektes die verspreiden. Er wordt heel weinig aan deze doelgroep gedaan. En jullie zijn een stichting en jullie zijn dus afhankelijk van donaties en sponsoren en dergelijke. Ja. Lijkt me heel moeilijk om voor dat doel geld te vinden. Als je eenmaal het verhaal kan vertellen, als je de tijd krijgt om het uit te leggen, dan is het minder moeilijk, omdat het heel schrijnend is en omdat het toch kinderen zijn. En uiteindelijk hebben toch de meeste mensen wel een warm hart voor kinderen. Jij hebt het verhaal op TED verteld vorig jaar. Heb je daar veel reacties op gekregen? En het was heel mooi om te doen in ieder geval. Ik vond het ook een bijzondere ervaring om gevraagd te worden. Ja. Waarom was het mooi om te doen? Wat was er bijzonder aan? Want je vertelt het verhaal ongetwijfeld heel vaak. Ik vond het leuk dat we ook begeleiding kregen in het maken ervan. Dus dat was heel bijzonder. En ik, gewoon op zichzelf al voor TED spreken, dat zegt heel veel. Dat merk ik ook aan iedereen. Het is echt een eer. Dat merk ik aan iedereen's reacties. Ja. Zullen we even gaan kijken naar jouw optreden van vorig jaar? Ja. Noah Lodewijs. This is Nana. Nana is 16 years old. She grew up in a township in South Africa. And in that township, nobody works, nobody goes to school. Everybody is involved with crime somehow. So she decided to go on the safe side and get into crime as well, because she will get protected by the community. But after a while, she got After a while, she got caught and she got into prison. Sorry. She was in a cell with 30 other kids. No schooling, no education. Actually, there was nothing to do the whole day, every day. She was sentenced for 1 year. But in reality, it was actually for life. In prison, she learned a lot. She learned how to survive in prison. She learned how to not trust anybody, specifically warders. She learned how actually the society gave up on her. And for her, it was like preparing for the future. It was her university of crime. Coming out of prison after that year, she got in a shock. She really felt imprisoned all of a sudden. She was abandoned. She had nobody to really go to. So, and she actually wanted to change, but she couldn't. She didn't know how to. So 6 months later, she was back into prison. Worldwide, there are more than 1 million children into prison, like Nana. Do authorities really think that they're creating a better society by putting children into prison? Children actually only learn how to do crime in prison, so they are sentenced actually to have for crime. In a world where inequality is growing and where youth population is increasing, the youth crime is really getting a threat to the world. We have actually a choice, or there are 2 ways. We can give up on all those children and build prisons, more and more prisons,
Or we can really invest in those children. We can inspire them and really find a way to develop themselves. And Nana, I met Nana, and she's a very nice woman. She's so inspiring and very creative. And she got involved in a rehabilitation program, and she developed herself so amazingly. And her workshop facilitator was actually her role model. It was everything to her, because he came from the same background, and he could tell how to overcome those problems and how to overcome all the difficulties. She had a dream. She wanted to be a journalist. She really worked hard for it. She did everything she could to really become that journalist. She is out now and she's got a job. For me, this is something that really inspires me. Stories like this, I think the impact is much bigger than you can even imagine, to actually get a child not having crime, doing crime for her whole life, and now getting actually being part of a positive society to contribute to the society. So my dream is that all the vulnerable children in the world really have this opportunity. Thank you. Noah Lodijs, vorig jaar bij TEDx Women in Amsterdam. Noah, heb je er veel reacties op gekregen op dit optreden? Ja, redelijk veel. Ja. Ja? Met ook nog resultaten? Is er nog wat uitgekomen, financieel misschien, voor jullie nee, stichting? Nee, helaas niet. Je nee, kan niet alles hebben. Wie weet, komt maar het Maar jij hebt Noah uitgenodigd om te spreken. Hoe doen jullie de selectie van de sprekers voor TEDx Women? Nou, we hadden in ons team een mensenrechtenadvocaat. En die zei, ik vind het belangrijk dat we ook iets doen met iemand, een voorloper of iemand die bezig is op het gebied van mensenrechten. En eerst hadden we een Nederlandse advocaat die in Amerika een van de weinige advocaten is die bezig is met doodstraf en mensen vrij verdedigen die veroordeeld zijn voor doodstraf. En toen kwam ze op het idee om Noah te benaderen. En zei ik, nou, het is een goed idee, want... De bedoeling is dat het een idee soort spreading moet zijn. Dus een idee wat het waard is om verspreid te worden. Ja. En ik geloof dat Young in Prison zo'n idee is. Nou heb ik begrepen dat bij de originele TED in Amerika de selectie van de sprekers heel erg streng is. Dat mensen ook 2 dagen zelfs, heb ik wel eens gehoord, getraind worden voor ze het podium op mogen. Is dat bij jullie ook het geval? Niet 2 dagen lang, maar wij hebben wel een TED Talk coach die de sprekers begeleidt. En dat is echt op taal en op spraak en op het verhaal. Heb jij dat ook gedaan, Noah, of niet? Nee, ik heb het zelf niet kunnen doen. Ik heb het via de mail moeten doen, want ik kwam die dag of de dag daarvoor net uit Zuid-Afrika aan. Dus dat vond ik eigenlijk heel jammer. Ja. Maar ik vond het wel al een hele mooie ervaring om daar te staan en ook dat het werd aangeboden op zichzelf en via mail. Ga je 1 december ook in de zaal zitten, nu als gast? Nou, wie weet. Ik zou het wel leuk vinden, ja. Marjan, 1 december, de volgende TEDx Women Amsterdam. Kan je er iets over vertellen, wat we daar kunnen verwachten? Ja, weer een mix van interessante vrouwen, voorlopers op hun gebied. We hebben Carina Hilders, een gynaecologe en oncologe. En die is gespecialiseerd in het transplanteren van eierstokken. En dan transplanteert ze het in de bovenarm van vrouwen, zodat zij nog kinderen kunnen krijgen. Wij hebben, omdat het Wereld AIDS-dag is op 1 december, hebben we Corine Vermeulen uitgenodigd. En Corine Vermeulen is politieagent en heeft HIV. En het is niet een verhaal van ze was heel promiscuus en zij had gewoon een vriend. En die was ook gewoon heel netjes. Maar die had in zijn vorige relatie HIV opgelopen. Die gaat een verhaal vertellen hoe je daarmee om kan gaan. We hebben Sonja Valero, die heeft onderzoek gedaan naar de bars in Bombay. We hebben Kelly Cotrone. Ik doe zelf regelmatig onderzoek naar de bars in Amsterdam, maar wat is er bijzonder aan de bars in Bombay? Het gaat met name over de vrouwen in de bars in Bombay. Ja. En het is deels prostitutie, maar ook danseressen. En zij gaat de andere kant laten zien dat het niet alleen maar zielige vrouwen zijn, maar dat er een hele wereld, met name zakelijke wereld, zich daar plaatsvindt. En dat
Wat zij laat zien is dat de vrouwen ook baas zijn van hun eigen lijf. Dus dat het niet alleen maar... Natuurlijk worden een groot deel ook geëxploiteerd. Dat zal ze ook laten zien. Maar er is ook een andere groep die gewoon het als een business zien. Waar speelt TEDx Women zich dit jaar af? Het speelt zich af in het Van Gogh Museum. En zijn er nog plaatsen of is het al als altijd helemaal vol? Het is helemaal vol, helaas. Maar het is net als nu op nu.nl te bekijken. Via de livestream te zien. Via de livestream. Marjan Spier, organisatrice van TEDx Women Amsterdam. Dankjewel voor je komst hier naartoe. Noah Lodijzen, heel erg bedankt voor jouw komst. Veel succes met Young in Prison. Dankjewel. En u blijft vooral kijken naar deze livestream voorafgaand aan de TEDx morgen hier in de stad Schouwburg. Het komende uur wordt gepresenteerd door Aldit Hunkar. Altijd een moeite waard om naar te kijken. En bij haar zijn te gast Simone de Jong en Lucien Engelen. En die praten over TEDx Delft en Maastricht. Dank u wel. Tot de volgende keer. Dag.